Finabank NV heeft ondanks de uitdagende economische omstandigheden 5,8 miljoen SRD-winst over het jaar 2019 geboekt. Ten opzichte van 2018 is de winst gedaald met 52%. De reden daartoe is dat de bank genoodzaakt was forse voorzieningen te treffen vanwege verlaging van de kredietwaardigheid van Suriname door de internationale kredietratingbureaus. De winst voor belasting, exclusief de getroffen voorzieningen op verwachte kredietverliezen, steeg van 19,2 miljoen in 2018 naar 40,3 miljoen SRD in 2019. De totale opbrengsten van Finabank stegen met 34% en de kosten met 54%. De stijging van de kosten heeft niet alleen te maken met de kredietwaardigheid, maar ook met de groei van het personeelsbestand, de salarissen en de ICT-kosten. Het balanstotaal van de bank steeg van 2 miljard in 2018 naar 2,4 miljard in 2019, voornamelijk door een groei van het klantenbestand.